Welkom. In deze video ga ik u vertellen hoe u de larfjes van het lieve heersbeestje het beste uit kunt zetten. Zoals de gebruiksaanwijzing al zegt, kunt u twee dingen doen. U kunt of de inhoud van het zakje uitstrooien over de bovenzijde van het gewas, of u kunt het zakje ophangen in de struik of aan de boom. De larven worden geleverd in dit zakje. De bovenzijde knipt u open en vervolgens strooit u de inhoud uit over het gewas of u hangt het zakje op. En meer hoeft u echt niet te doen. Ondanks dat we heel nieuwsgierig zijn en graag willen weten wat er allemaal gebeurt in het zakje en hoe het eruit ziet, is het fijn als u de larven zoveel mogelijk met rust laat. Larven vervellen 3 keer voordat ze uitgroeien tot volwassen lieve heersbeestjes. En dat doen ze ook in het zakje. Wanneer ze dan verstoord worden, zullen ze overlijden. Nou, dat is niet wat we willen. Ondanks dat larfjes dus soms stilzitten, dood lijken, laat ze alsjeblieft met rust en gun ze hun tijd. Ze zullen echt in actie gaan komen. De beestjes zijn simpel. Ze willen maar 1 ding en dat is uitgroeien tot een volwassen lieve heersbeestje. En daarvoor moeten ze heel veel luisjes eten. De vraag aan ons mensen is dus om ze zoveel mogelijk met rust te laten en geduld te hebben. En dat is niet altijd makkelijk, want de larven zijn slecht zichtbaar, ook op de plant. Voor ons minder leuk, maar het helpt ze wel om ze ook tegen natuurlijke vijanden te beschermen. Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat de mieren of dat ze een veilige plek hebben. Mieren zijn de natuurlijke vijanden van de larven, dus op het moment dat u mieren in het gewas ziet, helpt het de larven om die te weren of te bestrijden. Meer daarover leest u op onze website bij de producten over de mieren. Geduld is vervolgens belangrijk. 2 tot 3 weken. En dan zien we meestal dat de larfjes of de luisjes echt weg zijn of al snel minder beginnen te worden. Mocht dat bij u niet zo zijn, voelt u zich dan vrij om een mail te sturen naar info@roodmetzwartestippen. Met wat foto's erbij, dan kunnen we ook kijken, met u meekijken en advies geven over wat er wellicht in uw geval zou kunnen veranderen of kunnen aanpassen. Om de luizenbestrijding alsnog succesvol te laten zijn. Geniet van het proces.